woensdag 24 maart werden er ruim 1200 handtekeningen van bezorgde ouders uit Waddinxveen aangeboden aan wethouder Leverink met betrekking tot de schoolhuisvesting in deze gemeente. In groep 4 zat ik op de Sperwerhoek, in groep 5 op de Kerkstraat, in groep 6 op de Parklaan en nu word ik misschien volgend jaar weer weggestuurd. Dat wil ik niet. We zitten nu in een hele fijne en mooie school met alle kinderen bij elkaar en we willen daar blijven. Ik vond het ook niet leuk in de Kerkstraat. Het is een oud gebouw waar het vies ruikt. Ook het schoolplein is enorm saai. Er zijn daar ook geen leerpleinen zoals in een nieuwe school. Ik vind het ook niet leuk als mijn broertje straks in een ander gebouw zit als ik. En ik kan dan ook geen mediator meer zijn voor de groepen 3 en 4. Duidelijk verhaal. Mevrouw de wethouder, onze nieuwe school is erg mooi. Ik vind het erg jammer dat ik de school nog niet aan mama en papa heb kunnen laten zien. Dat wil ik aan alle kinderen op deze school blijven. Ik wil dat alle kinderen op deze school blijven. Ik ben bang dat mijn vriendjes straks weggaan naar een ander gebouw. Het is niet leuk als de grote kinderen straks niet meer kunnen voorlezen. En als we niet meer met de andere kinderen kunnen samenwerken tijdens een creatief circuit. Als kinderen in een ander gebouw zitten, kunnen ze ook niet met de juf gaan buitenspelen in het park. Wij zouden een nieuwe school krijgen en beloofd is beloofd. Wethouder Leverink, bedankt dat u de tijd neemt om de petitie in ontvangst te nemen. Veel ouders maken zich ernstige zorgen over de huisvesting van de scholen van hun kinderen en de daaraan onlosmakelijk verbonden ontwikkeling van onze kinderen. Wij doen daarom een dringend beroep op u voor het volgende. Pas de verordening aan die voorschrijft dat dislocatie binnen 2 kilometer hemelsbreed moet worden toegepast. De gebouwen die daardoor worden gebruikt passen niet meer bij de hedendaagse onderwijsconcepten en zijn dus ongeschikt voor dit doeleinde. Luister naar en kom samen met de schoolbesturen, schooldirecties en onderwijzend personeel tot goede en structurele oplossingen voor huisvestingsproblemen in Waddinxveen. Nu en in de toekomst. Zij weten als geen ander wat goed is voor hun onderwijsconcept, hun school en hun kinderen. Houd rekening met het groeiend aantal ouders in Waddinxveen die heel bewust kiezen voor een school, een locatie, een omgeving en een onderwijsconcept dat past bij hun kind. Door het huidig beleid zijn deze kernwaarden voor al die ouders en hun kinderen onzeker. Wij maken ons ernstige zorgen en zijn bang dat dit de ontwikkeling van onze kinderen zal schaden. Investeer. Investeer in uitbreiding van schoolhuisvesting op locatie bij de scholen. En investeer daarmee in de ontwikkeling en de toekomst van de jeugd van Waddinxveen. Een veilige en vertrouwde schoolomgeving is voor de ontwikkeling van onze kinderen van fundamenteel belang. Wij overhandigen u hierbij de petitie met 1269 handtekeningen, waarmee wij u, wethouder Leverink, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad oproepen om te komen tot een oplossing voor de huisvesting van de Dick Bruna School en TOF op de korte termijn en een structurele toekomstvisie voor de huisvesting van alle basisschoolleerlingen in Waddinxveen op lange termijn. Ik heb zojuist aan de wethouder samen met kinderen een doos met petitie met hoeveel handtekeningen aangeboden? 1269. Ja, en dat is niet alleen namens de school waar jij in de MR zit, de TOF, maar ook van de Dick Bruna, maar ook van andere scholen. Ja, dus we hebben opgeroepen om iedereen die hier belang bij heeft en zorgen over heeft om van zich te laten horen, omdat we daar ook veel reacties van ouders over kregen. Het grootste probleem is de Kerkstraat. Nou, daar gaat de gemeenteraad verder over discussiëren. Maar heb je het idee dat de stem van de ouders met deze petitie gehoord is? Ik denk dat het in ieder geval een sterk signaal afgeeft aan de gemeenteraad. Dat heel veel mensen zich hier zorgen over maken. En terecht, want iedereen voorziet situaties waarin ze naar 2 gebouwen moeten in de ochtend. Of kinderen alleen moeten laten fietsen heel Waddinxveen door. En dat is gewoon een situatie waar we niet in terecht willen komen. Niemand vanuit geen enkele school of ouders. Ja, want de problematiek is Kerkstraat. We hebben het er net kort over gehad. Kerkstraat is een probleem, oud gebouw. 1,9 kilometer, zegt de wethouder. Dat zit binnen mijn verordening en daar moet ik naar handelen. Ja. Ja, hemelsbreed klopt dat natuurlijk. Maar in de praktijk levert dat zoveel gedoe en stress en gevaarlijke situaties in het verkeer op. Dat wij vragen om die verordening los te laten en te kijken naar de mening en de zorgen van de ouders. En in het belang van de kinderen te denken in plaats van in 0,1 kilometer vasthouden of niet. Ja, dus eigenlijk de wens is noodlokalen in Triangel.
Ja, vlakbij de huidige gebouwen, zodat het voor de kinderen ook niet zo'n grote opgave is om naar verschillende gebouwen te gaan. Maar vooral ook omdat we dan ons onderwijsconcept nog gewoon kunnen genieten zoals ze bedoeld zijn. Waar kinderen leerjaaroverschrijdend met elkaar werken in verschillende groepsvormen. Ja, dat kan gewoon niet op grote, op grote afstand in verschillende locaties. Ja, we hebben anderhalf jaar geleden is daar een prachtige school in Triangel geopend. Of klaargestoomd voor gebruik door een heleboel leerlingen. En ja, het blijkt dat die gewoon te klein is. We hebben ook de eerste prognoses waren dat het wel te klein was, maar dat we met tijdelijke opvang wat zouden kunnen oplossen. Voor tijdelijke huisvesting, ook wel in Triangel. Maar ja, eind december is gebleken dat er veel meer lokalen nog nodig zijn. Dus we zijn in overleg met de schoolbesturen om te kijken wat we nodig hebben aan echt permanente huisvesting daar. Er komt ook nog een gymzaal, kinderopvang. En wat de piekbenodigdheid is voor de scholen. Ja, want in de commissievergadering zei je ook van nou, ik heb op dat moment, op het moment dat wij over met de scholen in overleg zijn, prima, op het moment dat ik het over de locatie op de Kerkstraat heb, dan willen ze niks niet erover praten. Is nee. Dat nog steeds de situatie zo? Nou ja, wij praten met elkaar over wat er gaat gebeuren in Triangel en over de, zeg maar, de grote plannen. En het overleg inderdaad over de tijdelijke huisvesting, dat die piek, dat is een soort van opgeschort, totdat er ook een uitspraak is van de gemeenteraad, want daar hebben de schoolbesturen om gevraagd. Ja, want als ik het voor de kijk mensen thuis kan uitleggen. Het gaat 1,9 hemelsbreed kilometer is de afstand tussen de locaties. Ja. De verordening zegt 2 kilometer mag. Ja. En nu zeg ik, ik wil nu een uitspraak hebben van de gemeenteraad alvorens ik een definitief besluit ga. En als ik dat niet heb, dan blijf ik gewoon de verordening uitvoeren. Ja, kijk, de verordening is mijn mandaat, zeg maar, om dat is gewoon een objectief gegeven waar ik mee te rekenen heb. Ik hoef niet zo nodig een uitspraak van de gemeenteraad, maar dat willen de schoolbesturen om anders niet met mij verder willen overleggen. En ik kan niet op eigen houtje zeggen van, nou, ik ga afwijken van de verordening. Dat kan niet zonder meer. Snapt u de bezwaren van de scholen en van de ouders? Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat je het vervelend vindt als ouder en ook als school dat je met meer locaties van doen hebt. En zeker als ze niet pal naast elkaar staan. Aan de andere kant, als je het in het totaal bekijkt, dan we hebben het straks, als alles klaar is, over 46 lokalen voor 2 scholen. Waarvan er dan in de piek 6, en soms zijn het ook maar 2 lokalen, die elders dan gevonden zouden moeten worden. Nou, dat hoeft niet eens te betekenen dat elk kind in de schoolloopbaan op een andere plek zit. Want als je het ook nog 50-50 over de scholen zou verdelen, heb je het over 3 lokalen. Nou ja, de kinderen zitten 8 jaar op school. Ik weet, het is echt niet ideaal, maar het kost handenvol geld. En we hebben meer opgaven dan alleen de scholen in Waddinxveen. We hebben meer dingen waar we ons geld aan uit moeten geven en die kan ik maar één keer uitgeven. Dus wij willen wel echt overwegen om toch die 2 kilometer grens te handhaven. Oké. Okay. Het is allemaal gebaseerd op een prognose. Vertrouwt u die prognoses nog? Ja, een prognose is precies wat het ook zegt. Het is een prognose en we stellen die ook niet voor niks elke paar jaar bij om te kijken wat er veranderd is of dat de prognoses nog kloppen. Maar dat is wel, ja, daar baseren we ons altijd al op, ook met de bouw van scholen. Je hebt iets nodig om je op te baseren. En natuurlijk luisteren we ook naar de scholen als ze zeggen, maar wij hebben al meer aanmeldingen. Maar ouders melden zich ook bij verschillende scholen aan om zeker te weten, zeker te zijn van een plek. Mm-hmm. En daarom heb je die objectieve prognoses om ook daar iets tegenover te zetten. Je moet toch ergens van uit kunnen gaan. Oké, dank u wel.